zou je deze dag kort en bondig willen omschrijven? Nou, winderig. Maar ja, ik ben heel blij met deze weersomstandigheden. En dat ze het door hebben laten gaan. Want ik heb al dit jaar 2 koersen gereden met zo'n wind. En dan hebben ze het afgelast. Dus dat vind ik wel echt. Ik ben trots als Noord-Holland en dat wij gewoon koersen in dit weer. Je zegt je bent blij met deze weersomstandigheden. Je houdt van de wind, vertel. Ja, ik hou van de wind. Ik ben een iets zwaarder coureur. En ik heb niet echt een specialiteit, zeg maar geen klimmer en geen sprinter. En dan heb je het van dit soort zware omstandigheden nodig om goede klasseringen te rijden. Dus ja, ik hou wel van de wind. En ik train vaak door de wind, door de polders en hier in de buurt. Dus ik ken alle wegen. Dat was wel een voordeel. Met Noord-Holland best, als ik het goed heb. Laten we beginnen bij de tijdrit. Hoe ging die? Ja, ik had echt vooraf ingezet op de overwinning. Maar ik werd 5e. Het viel een beetje tegen, maar het zat zo dicht bij elkaar dat ik ja, een paar kleine foutjes gemaakt. Maar ja, dat ik er toch wel mee kon leven. En toen heb ik gewoon gefocust op de omloop en dat ik daar de leiderstrui wilde pakken met de bonificatiesecondes. En als ik goed gerekend heb, is dat gelukt. Dus ja, morgen dan de echte klassieker. En ik ben heel blij dat de Ronde van het Holland weer terug is op de kalender. Ja. Want, ja, was natuurlijk bijna ten onder gegaan en dat het nu zo gered is en zelfs een 2-daagse, dat is super voor mij als Noord-Hollander en ik ben de organisatie zeker dankbaar. Je hebt net al waarschijnlijk al gerekend en toen kwam je tot de conclusie dat je op dit moment nummer 1 staat in het algemeen klassement? Ja, ja, ja. Ik had in de proloog 2 seconden achterstand op, op de winnaar en ja, die 4 voor me die hebben zeker geen secondes gepakt en die heb ik ook niet meer in de eerste groep gezien. En ik zelf heb 1 sprint 2e en 1 sprint 1e, dus dat is 6 seconden. En de winnaar pakt ook 6 seconden hier, dat is David Dekker, maar die stond al achter me. En de nummer 2 en 3 hebben ook geen bonies gepakt en die stonden ook achter me. Dus ja, het kan niet anders dan dat ik morgen in de leiderstrui start. Maar ja, dat is voor morgen nu eerst goed herstellen en dan morgen hoop ik de trui te verdedigen. En voor de etappe ook te gaan. Het is weer een mooie etappe. Kasseien op de Munnikenweg moet mij ook liggen. Dus, ja, de ronde is perfect geschikt voor mij.